aan strijd, aan inzet, aan beleving, aan je wissels heeft het niet gelegen. Je had eigenlijk meer verdiend. Je staat alsnog met lege handen. Kritische kant, als je 8 minuten voor tijd met 2-1 voorkomt, moet je hem eruit slepen. Ja, daar ben je helemaal gelijk in. Ik denk dat we ons in ieder geval van de goede kant hebben laten zien wat we wilden. Vechtmachine. Ik denk dat we keihard hebben geknokt voor het goede resultaat. De eerste helft ging moeizaam. De tweede helft gingen we toch wat vrijer uitspelen. Kom je op 1-1, je komt op 2-1. Ja, daarna lopen we dan toch weer in de val. En dat is jammer. Maar dat is ook denk ik de tol die je betaalt als je onderin staat. Is deze wedstrijd een beetje het seizoen in een notendop? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk dat HBS natuurlijk het hele jaar al vrij veel pech heeft gehad. Dit kan je weer onder die factor schuiven. Aan de andere kant heeft het ook misschien te maken met de slimmigheid op het juiste moment. Hey, wat gebeurde er in de afloop? Richting de kleedkamer? Ja, natuurlijk waren er emoties hoog. Je hebt net een strafschop tegen gehad waardoor je 3-2 verliest. We werden een beetje geprovoceerd door de spelers van de Oskant. Ja, dan zijn er toch mensen die daar wat heet hoofd te zijn. Hè? Wordt het leuk om weer op de bank te zitten? Ik had het leuk gevonden als ik had gewonnen. En ja, dit is voor mij toch ook weer heel erg teleurstellend en leuk op de bank te zitten. Ik doe daar zo goed als ik kan mijn werk en ja, ik ben heel erg teleurgesteld op dit moment. Was dit eenmalig? Dat zou heel goed kunnen. Als er morgen een nieuwe trainer is, dan was het eenmalig. En zo niet, dan gaan we volgende week weer met de jongens aan het werk. Nou zit je zelf ook in de technische commissie. Moet Meppeling alleen zijn handtekening nog zetten? Haha, ik heb wel meer namen gehoord Willem. En onder andere de naam van Rob Meppeling heb ik inderdaad ook gehoord. Maar ik weet het op dit moment echt niet. Die was hier hoor, die stond te kijken. Die heeft alvast gekeken of een vlees die straks in de kuip krijgt. Oké, okay, nou, Meppeling is een goede vriend van me, dus dat zal heel goed uitkomen. Dat heeft hij ook verteld in de rust. En hij wilde het niet bevestigen dat hij kwam, maar hij zei, ja, ik ben goed. Misschien kunnen we eens steggelen over de spelopvatting, maar de journalisten die stuur je daarmee niet het bos in natuurlijk. Nee, ja goed. Ik hoor een aantal namen. Jij hoort een aantal. Jij zit in die commissie, dus jij weet een aantal namen. Ja, maar ik ben de laatste week ben ik alleen maar bezig geweest met het trainersvak. En dan zijn andere mensen bezig die dit soort dingen moeten regelen. Maar ik hoor namen inderdaad, en dan zal hij ook een van de namen zijn. Ik zal het alleen maar toejuichen. Ik vind het een goede speler. Of een goede trainer. Maar als ze iemand op de korrel hebben, dan komen ze bij jou ook als lid van de technische commissie bij jou langs. En dan leggen ze die naam Meppeling leggen op een bordje en dan zeg jij ook wat je net tegen mij zegt. Dat lijkt mij een goede. Een andere optie is Glotzbach. Ja, dat is onder andere ook een naam die ik heb gehoord. Maar wat ik zeg, ik heb drie... Ook niet bij jou gezegd, je collega van de commissie. Nee, die naam, ik zeg je, die heb ik dus ook voorbij horen gaan. Zo zijn er 3-4 namen die voorbij zijn gegaan. Maar waar echt nu wat concreets mee is, of mensen die echt willen, of mensen die toegezegd hebben om er naar te kijken. Dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Maar ik heb wel de namen gehoord, dat klopt. Ik hoor er nog 2 op je bordje. Ja. Wim van Laar en Kees Tempelaar. Nou, die 2 kan je gelijk van mijn bordje afhalen. Die heb ik niet gehoord. Maar Glotzbach en Meppeling, die blijven op het bordje liggen. Dat zijn namen die ik heb rondhoren zingen bij HBS, dat klopt. Maar er zijn misschien nog wel 1 of 2 namen die rondzingen. Maar Meppeling staat hoog op de lijst. Nou, die is vrij en dat is wat mij betreft een geschikte kandidaat, laat ik het zo zeggen. Bij deze besloot. Dankjewel, Ben. Dank je, Wim.